Dames en heren, ik had bij mijn opening aangegeven dat het vanavond een bijzondere algemene jaarvergadering zou zijn en daar zou ik later op terugkomen. En op het moment is nu aangebroken dat ik weer op terug wil komen. Vandaag is het voor Willy van den Langenberg de laatste keer dat hij als wethouder op een jaarvergadering van de Sportraad aanwezig is. Willy, we hebben altijd een goede en een plezierig samenwerkingscontact gehad met jou de tijd dat je als wethouder voor de sport aanwezig was. Je hebt ontzettend veel wet- en regelgeving kennis, dat zal men gaan missen aan de markt. Willy, nogmaals bedankt en al goed voor de toekomst. Graag wil ik jou een bloempje ophandigen voor Ellie en een flesje wijn, dat wat je mag nuttigen in je vrije tijd die je nu gaat krijgen. Dankjewel. Voor jullie, Ellie, voor de tijd dat jij bezig bent met de sport. Dankjewel. En een dankje. Nuttig de vrije tijd. Nogmaals, reuze. Boudewijn, ja, ik ga vandaag afscheid nemen, maar ik ben niet de enige die vandaag afscheid gaat nemen. Boudewijn Adels gaat ook afscheid nemen van de bokselse sport. Boudewijn is niet alleen actief in de sport. Als je een boksel ergens komt, dan heb je altijd alle kans bij Boudewijn tegen het lijf. Aanloopt. Bij de jeugdnatuurwacht is hij niet weg te denken. Ze hebben veel last van gehad, want zijn onderkomen was niet geregeld. Daar heb ik ook nog voor moeten zorgen, maar dat is ondertussen ook geregeld. Dus wat dat betreft, Boudewijn, kan ik ook met een gerust hart gaan. Als je bij de protestantse kerk komt en je wilt daar iets, dan kom je Boudewijn Apels tegen. In welke hoedanigheid, maar Boudewijn is er altijd bij. En het projectkoor met Adrie, die daar de voortrekkersrol invult bij het projectkoor. Maar Boudewijn is daar ook altijd aanwezig en een enorme steun voor Adrie om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Zijn verdienst op sport, want daar gaat het vanavond om. Ik moet vanavond iets zeggen over sport. Hij heeft gedurende 40 jaar heeft hij zich ingezet voor, op een bijzondere manier ingezet voor het bokselse sportleven. Hij was vanaf 1974, en daar begint het tussen, dat is dus 40 jaar geleden, tot 2000 was Boudewijn penningmeester van de volleybalvereniging Bloesmis. En als je Boudewijn vraagt in het bestuur en je vraagt als penningmeester, dan kun je er donder op zeggen dat hij de andere dingen die eromheen zitten ook doet. Dus hij deed daar ook de ledenadministratie en hij hield alle contacten met alle andere verenigingen. Hij was 28 jaar bestuurslid van de Bokselse Sportraad. Dat is maar zeer vaak 28 jaar, dat is een formidabele tijd. Bestuurslid van deze sportraad. En van die 28 jaar was hij 18 jaar voorzitter. En die sportraad waar Boudewijn voorzitter van was, die vertegenwoordigde hij bij de gemeente en op alle mogelijke manieren waar de bokselse sportwereld vertegenwoordigd moest zijn, daar trof je de bokselse sportwereld in de persoon van Boudewijn Alves. Hij vervulde een bestuursfunctie, niet alleen binnen de sportraad, maar ook een speelfunctie naar de andere verenigingen toe. Hij had daarbij een belangeloze inzet. Hij had ook een parate bekennis, je hoefde Boudewijn maar aan te spreken en na enig nadenken wist hij het jaartal te noemen wanneer het gebeurd was of ook wanneer iets niet gebeurd was. Hij was de bescheidenheid zelf altijd en bovenal was Boudewijn een enorme grote persoonlijkheid. En ik denk dat hij de bokselse sportwereld, de bokselse sportraad een plaats bezorgd heeft die er zijn mag en waar we met z'n allen in boksel terecht heel trots op zijn. Door zijn loyaliteit naar in ieder en zijn vermogen ook om partijen tot elkaar te brengen en te verbinden, was hij voor de vereniging een aanspreekpunt, en niet alleen voor de verenigingen, maar ook namens die verenigingen een aanspreekpunt naar het gemeentebestuur toe. Enorm belangrijk dat wij mensen in Boksel op deze manier beschikbaar hebben om voor de Bokselse sportwereld uit te dragen wat Boudewijn heeft uitgedragen. En Boudewijn, dergelijke dingen blijven nooit ongemerkt. Ook op het gemeentehuis niet, want wij worden vaak aangeduid als mensen die daar op de markt zitten en die dan verder niet verder kijken als de markt of niet verder als hun omgeving. Maar ik kan u verzekeren, u allen verzekeren dat het anders is en ook in deze situatie anders is. En ik kan dan ook zeggen dat het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 4 februari 2014
besloten heeft dat de sport- en cultuurpenning van de gemeente Boksel aan jou toekomt vanwege jouw uitzonderlijke verdiensten voor het Bokselse sportleven. Ik wil jou die sport- en cultuurpenning heel graag uitreiken voor jouw verdiensten die ik nou net opgenoemd heb, maar Boudewijn, boven alles, je bent een vrij aardige vent en dat is ook heel belangrijk in dit leven. Ik wil jou graag de sport- en cultuurpenning van de gemeente Boksel met oorkonde opspelden en overhandigen. Hij past hier prima bij, hè? Dit is bijna carnaval, hè? Nou, deze is mooi, die krijgt een nieuwe carnaval. Die staat er mooi van. Moeten we even goed opdoen, even kijken dat goed gaat. Zo zit hij goed. En zo past hij prima bij dat erelidmaatschap van de Boksterse Sportraad. We hebben ook de erepenning die daarbij hoort. Misschien goed dat ik zeg wat op die penning staat. Boudewijn Aalders, 40 jaar uitzonderlijke inzet, dienstbaarheid en loyaliteit voor de sport in Boksel. 10 maart 2014. Het is geweldig. Het doosje erbij en natuurlijk de oorkonde erbij. Maar al datgene wat ik zojuist gezegd heb, wat allemaal zo fantastisch goed was, dat staat hier ook op papier, bevestigd door het college, ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. En de gemeentesecretaris. Nee, daar ben ik niet door toe bevoegd. Daar hebben we burgemeesters voor, hè. Die moeten ook iets te doen hebben. Hè. Dus die heeft hem ondertekend. Hartstikke maar hij komt jou van harte toe. Wat jij ook toekomt, en dat ga ik heel graag doen, ik heb al iets over Adrie gezegd. Adrie, als je 40 jaar je man moet missen omdat hij ofwel naar de sport of ergens anders bezig is, maar altijd beschikbaar is voor andere mensen, dan moet daar een thuisfront achter staan waar Boudewijn terecht trots op mag zijn. En wij zijn jou in ieder geval ook dankbaar dat je hem al die tijd af hebt willen staan om ten dienste te staan voor de Bokselsport en voor de samenleving in Boksel. Voor sport en cultuur, beide. Ik geef jou graag de bloemen. Willy, je verrast me. Dat had ik niet verwacht. Ik stel het bijzonder op prijs dat ik namens gemeentebestuur toch een stukje waardering heb gekregen in de vorm van deze oorkonde en de legpenning. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het geweldig. Hartstikke leuk. Ik zou bijna zeggen van ja, ik zou eigenlijk een jasje bij moeten hebben, want ik heb er nog eens 3 op zitten. En dan krijg ik de vraag van ja, wanneer pak je nou het ene speltje en wanneer pak je het andere speltje? Ik weet het niet. Maar we zullen zien. Reuze bedankt. Ik vind een stukje waardering wat een bijzondere prijs stelt. Willy, heel hartelijk bedankt. Nogmaals, bedankt. Wat nu tussen de gemeente en de school is, wanneer loopt dat af? Want u zegt dat